Hoi, super dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Jorella Fit. En de laatste tijd krijgen we heel veel vragen via Facebook, via Instagram over cardio training. Is dat nu juist wel goed voor je of niet? En vooral als je voor spiermassa opbouw gaat, moet je dat dan blijven doen? Kan je ermee stoppen? Wat is dan beter? En kan je dat in de sportschool doen of buiten de sportschool? Moet je dan altijd op een crosstrainer een half uur lang volmaken om je calorieën te verbranden? Ik ga het je vandaag uitleggen in deze video en ik vertel je hoe je je vetverlies kan maximaliseren met één simpele aanpassing in jouw cardio training. One day we'll break down the walls to find the truth. One day you live to see what's inside of you. Dat je hebt genoten van deze intro en nu is het tijd om het te gaan hebben over cardio training. Cardio training wordt bijna automatisch gelinkt aan vetverliezen. Aan de ene kant is het ook logisch, want met cardio training verbruik je calorieën, waardoor je dus automatisch meer kans maakt om terecht te komen in een negatieve energiebalans. En dit houdt in dat je meer calorieën verbruikt dan dat je inneemt. Je lichaam gaat dan vetten inzetten voor energie en daardoor verlies je dit vet. Het tekeer gaan op een crosstrainer of op een loopband is niet altijd de efficiëntste manier om je cardio training te doen. En nu denk je misschien, ja waarom dan? Nou, dat ga ik jou vertellen. Kijk, als je op eenzelfde tempo rent, dan is je lichaam zo slim dat het zich wil verbeteren met iedere training. Je lichaam wil zich zo efficiënt mogelijk voortbewegen. En als je dan een plaatje in je hoofd houdt van bijvoorbeeld een marathonrenner of een wielrenner, dan weet je dat ze altijd heel erg dun zijn. Je geeft dus met cardio training het signaal af naar je lichaam van hey, ik wil me zo efficiënt mogelijk bewegen en voortbewegen om die bepaalde afstand te lopen of om dat doel te behalen. En dat is ook best wel logisch toch, als je eraan terugdenkt van nou ja, een marathonrenner die wil natuurlijk zo min mogelijk gewicht verplaatsen om zo snel mogelijk die afstand te kunnen afleggen. Er bestaat ook nog een andere vorm van cardio training. Dat is HIIT cardio training. Net hebben we het gehad over LIS cardio training. Twee hele verschillende dingen en ik zal uitleggen wat die verschillen tussen die twee dingen zijn. LIS cardio training is low intensity steady state cardio. Steady state staat voor hetzelfde tempo. Kijk, je lichaam is zo efficiënt dat je wel je uithoudingsvermogen en je aerobe gezondheid verbetert. Dus dat is de manier waarop je lichaam met zuurstof omgaat. Maar aan de andere kant is het ook wel contraproductief als je voor spiermassa behoud vergaan en voor spiermassa opbouw. Je moet het zo zien dat je lichaam dus telkens maar efficiënter die trainingen wil uitvoeren. En dat kan dan ten koste gaan van je spiermassa, omdat je zegt, hey, ik wil lichter worden en spiermassa is zwaar. Dus dit kunnen we beter maar niet doen. Die andere vorm is HIIT cardio. Dat is high intensity interval training. Wat we daarmee willen zeggen, is dat je periodes hebt van sprinten en snel bewegen, echt fanatiek bewegen, afwisselend met periodes van rust. Wat maakt HIIT training nou zoveel beter dan LIS training, denk je dan? Ja, dat is logisch en dat zal ik uitleggen. Kijk, HIIT training met die korte intervallen zorgt er dus voor dat je meer tijd overhoudt. Dus het kost je minder tijd om die training te doen in vergelijking met LIS training. Bovendien zorg je nog eens voor het behoud van je spiermassa. Omdat je echt op volle toeren bezig bent, ja, heeft je lichaam zoiets van oké, ik wil alles vasthouden. Ik moet al die spieren moet ik gebruiken om die energie te kunnen verplaatsen en de energie te kunnen gebruiken. En met LIS training is dat anders, omdat je, nou, denk maar weer aan die marathonrenner, aan die wielrenner. Je wil het zo licht mogelijk maken om die afstand te voltooien. Het belangrijkste punt tussen HIIT en LIS training is de post-exercise oxygen consumption. Ja, en dan hoor ik je denken, Jordi, waar heb je het over? Daarmee wil ik eigenlijk zeggen dat het de zuurstofopname verhoogt tot na je training. Bij HIIT is dit veel beter dan maar LIS. Dus eigenlijk de energie en de zuurstof die je verbruikt tijdens dat sprinten, tijdens dat buiten adem zijn, dat hijgen, weet je, omdat je echt maximaal die sprints doet, zorgt ervoor dat je lichaam moet eigenlijk terugbetalen met die zuurstof. En dit kan tot 24 uur duren na je training. Een hele lange tijd. En een onderzoek, en ik zal een link hieronder in de beschrijving zetten, het is de eerste link hieronder, heeft aangetoond dat 6 mannen die fysiek actief waren, 3 sprints van 30 seconden fietsen, dat ze meer energie verbruikten in vergelijking met mensen of met diezelfde mannen die
een periode van 30 minuten gingen fietsen. Dus wat het inhoudt is dat die hele korte periodes van sprinten ervoor zorgen dat je voor de rest van de dag meer calorieën verbruikt. En dat is toch iets wat we allemaal willen. Kijk, tenzij je natuurlijk voor een marathon gaat of voor een wielrenwedstrijd, dan zit je niet te wachten op het behoud van spiermassa en wil je wel die efficiëntste manier van die afstand voltooien. Maar met HIIT cardio zorg je er dus voor dat je een kortere tijd kwijt bent. Het is natuurlijk wel intensiever, omdat je veel moet sprinten, je hebt een veel hogere hartslag. Maar die rustperiodes ervoor zorgen dat je weer op tijd herstelt voor je volgende sprint. Nou, hoe gaat zo'n cardio training dan in zijn werk? Je begint je HIIT cardio training altijd met een warming-up. Dit doe je eigenlijk altijd voordat je gaat trainen, dat doe ik altijd als ik ga trainen. Want je wil ervoor zorgen dat je je spiertemperatuur verhoogt. Je wil dat je gewrichten al wat soepeler worden. En tegelijkertijd activeer je ook je zenuwstelsel om voor te bereiden op de activiteiten die komen gaan. Dus je geeft eigenlijk het signaaltje af naar je zenuwen en naar je lichaam van hey, ik ga zo meteen echt bewegen, dus bereid je er maar vast op voor. Dan weet je het alvast, weet je? Die gedachte moet je eigenlijk hierbij hebben. Nou, je kan warming-up natuurlijk in allerlei verschillende manieren kan je dat uitvoeren. Je kan een korte hardlooptraining eventjes doen van 5 minuten voordat je die hitintervaltraining gaat doen. Je kan even een circuitje maken van verschillende oefeningen. Nou, daarbij kan je dus denken aan 10 lunges per been, 50 jumping jacks herhalingen of gewoon even een rondje lopen op het veld waar je mee bezig bent of de plek waar je mee bezig bent. Als je dan kijkt naar een cross trainer, dan doe je even 3 minuten warming up op een iets lager tempo. Loopband doe je eventjes 3 minuten op een iets lager tempo. Nou, je kan zelf uitvogelen wat je dan precies moet doen, maar die warming up is wel belangrijk. Nou, als je warming up hebt gedaan, dan is het natuurlijk tijd voor het sprintwerk. Het echte werk en het werk waar je de training voor wil doen. Het werk waar je ook het meeste aan zal hebben. Het sprintwerk begint met een korte periode en dit kan op allerlei mogelijke manieren. Je kan het zowel binnen als buiten de sportschool doen. Op een loopband raad ik het niet echt aan. Je kan het op een crosstrainer kan je doen, je kan het op een zitfiets doen. Je kan het op een soort van liggende fiets doen in de sportschool. Maar ik vind het ook wel lekker om het af te wisselen met buiten de sportschool, omdat het toch zorgt voor veel afwisseling. En dit kan je doen in de vorm van sprintjes. Dat is mijn favoriete manier om het te doen. Of bijvoorbeeld met traplopen. Wel iets gevaarlijker, want als je 100% een trap omhoog moet lopen, ja, het is iets gevaarlijker, niet mijn voorkeur, maar het zou eventueel ook kunnen. Kijk, je kan natuurlijk ook je eigen fiets pakken, je eigen wielrenfiets, en die intervaltrainingen zelf doen. Nou, als je de voorkeur geeft aan sprinten, dan kan je beginnen in de eerste week met één simpele HIIT training van 6 rondes, waarin je 30 seconden echt voluit sprint en dan een minuut rust neemt. Dus dat is die interval. 30 seconden sprint, minuut rust. Voor 6 rondes in de eerste week. Je kan het op een cross trainer doen. Eigenlijk hetzelfde principe. Voor 30 seconden voluit. En voor een minuut rust. Je moet er dan wel voor zorgen op een cross trainer en ook op een zitfiets in de sportschool. Dat je de weerstand iets zwaarder zet op het moment dat je wil gaan sprinten. Want anders dan, je zal het vanzelf merken, dan is die weerstand veel te licht en dan trap je veel te snel. En kan je nooit die 100% geven. Nou, traplopen geldt eigenlijk iets anders voor. En dat is dat je zo snel mogelijk de trap oprent en rustig in stapjes weer die trap naar beneden gaat en daar doe je 15 rondes. Nou, hoe wil je die trainingen dan uitbreiden? Dat doe je doordat je iedere week een ronde extra toevoegt aan je training. Dus de eerste week doe je bijvoorbeeld 6 rondes, de tweede week doe je 7 rondes, de derde week doe je 8 rondes, nou en ga zo maar door. Weet je, je doet telkens een ronde erbij, tot als je op een gegeven moment denkt van nou weet je, zo zijn het wel genoeg rondes en dat zal je ook vanzelf al merken. Ik zit meestal nu tussen de 8 en 9 rondes en dan vind ik het wel oké. Nou, de volgende vraag die misschien bij je opspelt is, wanneer moet ik deze training dan doen? Nou, er zijn eigenlijk een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Nummer 1 is, doe het niet op een leg day of de dag voor je leg day. Want je kan al nagaan dat zo'n sprint best wel een impact heeft op je lichaam. En dit kan dan ten koste gaan voor je leg day training, als je je leg day doet. Doe het liefst ook niet op dagen dat je krachttraining doet. Maar skip het liever naar een dag dat je een rustdag hebt. Of vervang het door een dag waarop je al steady state cardio deed, bijvoorbeeld. Mocht je wel de cardio training willen doen na een krachttraining, dan raad ik het je aan om het na een upper body training te doen. En dit was het dan voor deze video. Kijk, HIIT cardio kan je echt gebruiken om je vetverlies te maximaliseren en je spiermassa te behouden. Ik zelf gebruik het meestal 1 keer tot 2 keer in de week nu, omdat ik over 7 weken op vakantie ga en ik wil gewoon mijn spiermassa behouden. Ik wil een korte tijd ermee bezig zijn en ik vind HIIT cardio echt een perfect middel om dat te doen.
Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Doe even een blauw duimpje omhoog als je hem leuk hebt gevonden. En abonneer op ons kanaal als je meer wilt zien van deze video's. En ik zie jou in de volgende video en ik wil je bedanken voor het kijken. Je kan dus zien dat ik helemaal kapot ben. Met 6 rondes, 15 minuten, alles wat er voor nodig is. Ik heb mijn cardio weer gedaan. Wicked.